stoelyoga. We gaan vandaag een flow doen, iets met een flow werken. Dat betekent dat we dynamisch en statisch de houdingen zullen doen. We gaan als eerste een rustige beweging maken waarbij je in- en uitademt. En aan het einde van die dynamiek heel rustig even vasthouden, dus de statische versie. Laat het gewoon lekker over je heen komen. Pak een stoel die stevig zit voor je, waar je fijn op zit. We gaan midden op de stoel zitten. Mooi rechtop. Je mag de handpalmen dit keer eens naar boven draaien. Dus een mooie open houding. Je schouders zijn ontspannen. Je voeten zet je recht onder de knieën. Helemaal ontspannen. De rug strekken we op. Schouders zijn mooi laag. Dan mag je de ogen heel even sluiten. En als je die ogen sluit, maak je contact met je lichaam. Je voelt even heel bewust wat je ademhaling doet. Dus rustig en diep doorademen. Je voelt die luchtstroom naar binnen gaan. Door je neus. Diep naar je onderbuik. En langzaam weer naar buiten stromen. Volledige uitademing. Voel de lengte van je wervelkolom. Laat je schouders maar zakken. Rustig en diep doorademen. Even voelen wat de status van je lichaam vandaag is. We gaan het lichaam losmaken. Even alles bewegen. Alle spieren, al het bindweefsel. Hou nog maar eens heel diep in, helemaal naar je onderbuik, naar die bekkenkom. Je voelt dat die ribbenkast opent bij die inademing. Dan maak je een volledige uitademing. Laat maar helemaal los. Maak maar een diepe zucht. En voel hoe je zitbeentjes in de stoel wegzakken. Hoe die onderrug wat verlengt. Dan mag je bij de volgende uitademing de armen langs de stoel laten hangen. Even het gewicht van die armen voelen. Rustig en diep doorademen. Voel de stand van de schouders mooi omlaag en naar achter. Een mooie lange kruin, de kin een beetje in. Volgende inademing. Heel rustig de ogen openen. Je gezicht blijft ontspannen. Dan gaan we het lichaam eerst een beetje activeren met de zonnegroet. We ademen in. Strek op. Lift je borst. Je mag omhoog kijken. Je mag naar voren kijken wat voor jou werkt. Als je maar strikt lengte maakt in die wervelkolom. Met een lange rug vanuit je heupen kom je naar voren, rustig omlaag, adem uit. Even helemaal rond en bol maken. Rol werveltje voor werveltje op. Strek je rug op, plaats je schouders. Adem uit, strek je rechterknie op de tenen, even omhoog, flex je voet. Adem in, zet maar neer. Adem uit. Linkerknie trek je op. Mooi opstrekken. Tenen omhoog. Adem uit. Wanneer? Ademen in. Armen zijwaarts. Lift je borst. Schouders mooi laag. Adem uit. Draai naar rechts. Om je wervelkolom heen draaien. Adem in. Draai terug. Adem uit. Draai naar links. Strek door. Adem in, adem uit, omlaag. Doe nog eens. Adem in, strek op, lift je borst. Je mag je armen ook uit elkaar houden. De schouders blijven mooi laag. Strek je rug op met een lange rug naar voren. Adem uit. Armen helemaal laten zakken. Rol wervel voor wervel op. Bouw die rug op. Plaats je schouders. Adem uit. Mag je met de neus even helemaal in de knie, even helemaal bol.
Adem in, strek op. Adem weer uit. Linkerknie trek je op. Tenen van je linkervoet trek je op. Even in die enkel werken. Neus naar de knie. En adem maar in, strek op. Adem uit, draai naar rechts. Rotatie van je bovenlichaam. Adem in, draai terug. Adem uit, draai opzij naar links. Adem in. Adem uit. En laat maar zakken. Oké, goed actief hier op die stoel. Dan mag je nog iets verder naar voren schuiven. Die voeten goed planten. Dan mag je je linkerhand op je linkerknie. De rechterhand draaien open. Je draait de schouder open. Opstrekken. Je trekt je navel in. Bekkenbodem trek je op. Dus helemaal lang maken. Adem in. Strek de arm over je hoofd. Vanuit de flank helemaal doorstrekken. Adem uit. Rustig in die flow weer terug. Eerste dynamische beweging. Adem weer in. Strek op. Open die borstkas aan de zijkant. Adem uit. Terug omlaag. Nog één keer adem in. Strek op. Zoek die lengte op. Adem uit. Omlaag. En de laatste keer. Adem in. Strek op. En op het eindpunt houd hem even vast. Hou ruimte tussen je nek en je schouder. Drie diepe ademhalingen. Voel dat je ademhaling naar je rechterkant van de borst gaat, aan de buitenkant. Laatste keer, adem in. En adem uit, omlaag. Laat maar zakken, we gaan naar de andere kant. Je laat je linkerarm naar buiten, open die arm, die schouder, de handpalm naar buiten. Opstrekken, navel in, bekkenbodem op. Adem in, flow, omhoog, lang maken in die linkerflank. Adem uit, rustig terug omlaag, grote cirkel. Adem weer in, strek uit. Adem uit. Nog één keer adem in, strek door, maak het lang. Adem uit, laat maar los. En adem in. Dan hou je weer vast op het eindpunt. Helemaal doorstrekken. Lift je borst. Drie diepe ademhalingen. Adem in. Voel hoe die borstkast opblaast. En die linkerkant. Adem uit. Nog één keer adem in. Adem uit. Omlaag. Mag je de voeten ietsjes verder uit elkaar zetten. Je draait je ellebogen naar buiten. De handen over de knieën heen. Goed blijven planten. Die knieën opstrekken in je rug. Dan gaan we een beetje indraaien. Adem maar uit. Je linkerschouder gaat naar je rechterknie. Omlaag. Adem in. Kom omhoog. Strek op. Adem uit. Rechterschouder naar je linkerknie omlaag. Adem in. Kom omhoog. Adem uit. Helemaal naar voren. In de diagonaal. Adem in. Kom omhoog. Dan weer de rechterschouder naar je linkerknie. Adem uit. Adem in. Kom omhoog. Adem uit, kom naar voren, hou die rug lang, hou je nek lang. Adem in, kom omhoog, strek op, lift je borst. Adem uit, rechter schouder naar je linkerknie. Adem in, kom omhoog. En adem maar uit en in die eindpositie houden we even vast. Laat je hoofd maar even zinken. Rustig en diep doorademen. Drie diepe ademhalingen weer. En in de uitademing ietsjes verder weg laten zinken. Laatste keer. Adem maar uit. Adem in. Kom omhoog. Rol op. Strek op.
Gaan we naar de andere kant. Adem uit. Kom naar voren. Laat je hoofd maar hangen. Even in die eindpositie. Adem diep in. Voel dat je buik opblaast. Op je bovenbeen. Adem uit. Adem heel diep naar je onderbuik. Adem weer in. Adem uit. Nog één keer. Adem in. Adem uit. Los. Bij de volgende inademing rollen we rustig op omhoog. Strek op. Lift je borst. Mag je de voeten sluiten naast elkaar. Armen langs je lichaam. Even de zonnegroet tussendoor. Adem in. Lift je borst. Strek op. Met een lange rug naar voren. Adem uit. Hou die lengte vast. Maak een rond in het eindpunt. Rol langzaam op. Werveltje voor werveltje. Strek op. Adem uit. Trek de knie naar de borst. De tenen omhoog. De neus naar de knie. Even helemaal rond maken. Adem in, strek op. Adem uit, linkerknie naar de neus. Trek maar op, tenen van je linkervoet trek je op. Adem uit, omlaag, armen zijwaarts. Adem uit, draai naar rechts. Om je eigen as draaien. Adem in, kom terug. Adem uit, draai naar links. En draai maar terug. Adem uit. Laat de armen zakken. Mag je de onderkant van de stoel vastpakken. Goed rechtop zitten. Oké, je mag ietsjes verder naar voren schuiven als dat makkelijker is. Dan til je je rechterbeen op. Probeer de voet net zo hoog als de knie te krijgen. Goed blijven opstrekken. Mooi rechtop zitten. En dan mag je uitstrekken. Point je voet. Heel ontspannen je bovenbeen. Adem uit, trek de knieën naar de borst. Adem weer in, strek uit. Adem uit, maak maar iets ronder. Adem weer in, strek op, point je voet, strek je enkel. Adem uit, maak maar bol. Adem in, strek op en hou maar vast. Lift je borst. En als het lukt mag dat been ook iets hoger. Alvast blijven doorspannen. Blijven ademen. Laatste diepe inademing. Adem uit. Laat maar zakken. De voeten weer goed neer. Strek je rug op. Trek je navel in. Activeer je koor. Gaan we naar de andere kant. Til je linkerbeen maar op. Probeer die voet net zo hoog als je knie te krijgen. En je strekt uit. Adem maar in, point je voet, lift je borst. Adem uit, knie naar de borst. Adem weer in, strek uit, lift je borst, span de bovenbeen aan. Adem uit, maak maar helemaal bol, helemaal rond. Adem in, strek op, spannen en pointen. Adem uit. Nog één keer. Hou hem vast, adem in. Dan blijf je doorademen. Weer die drie diepe ademhalingen. Even die statische belasting. Met je adem inhouden. Blijf werken met je ademhaling. Laatste keer, tot weer nog maar ietsjes opspannen. Adem uit. Wanneer? Mag je de voeten iets meer richting de stoel plaatsen? Dat ze iets achter de knieën zitten. Armen weer openen, opstrekken. Navel in. Heel goed, even die voeten planten. Dus je gaat alle drukpunten, de bal van de voet, de buitenkant, je hakken, druk je in de mat. Til de tenen maar eens even op. En zet ze neer. De balans, til de tenen op. Zet ze neer. Nog één keer, til de tenen op. En zet ze neer. En dan mag je de hakken optrekken, strekken in de enkels. Zet de hakken weer neer. Strek op, blijf rechtop zitten. Zet de hakken weer neer. Til weer op. Zet ze neer. En de voeten goed planten, de tenen spreiden. Dan mag je van hieruit, gaan we zo meteen staan.
Adem in, kom omhoog. Strek op, lift je borst. Navel in. Adem uit. Rustig die billen naar achter. Ga maar meer zitten. Vertrouw op je benen. Adem erin. Strek op. Krachtig vanuit je been. Adem uit. Omlaag. Nog één keer. Adem in. Strek op. Adem uit. Omlaag. Laatste keer. Adem in. Strek op. Hou je lengte maar vast. Je mag je handen sluiten. Maar hou ruimte tussen je nek en je schouders. Je mag naar je duimen kijken. Je mag ook de armen naar buiten en naar voren kijken. Schouders laag. Als je maar doorstrekt in je rug. Rustig en diep blijven doorademen. Laatste inademing. Adem uit. Rustig. Omlaag. Oké, we blijven even staan. Komen naast de stoel staan. Mag je het been wat het dichtste bij de stoel staat? In ieder geval is het het linkerbeen naast de stoel. Met de linkerhand pak je de stoel vast. De tenen wijzen recht naar voren. Dus met allebei de voeten, je tenen helemaal naar voren. Dan goed opstrekken. Navel intrekken. Je strekt je rechterarm. Navel trek je in. En dan gaan we van hieruit weer die flow maken. Je komt op allebei de voeten op de tenen. Strek op, rijk omhoog. Adem uit, terug omlaag. Adem weer in, strek op, lengte maken, alweer goed op de tenen. Adem uit, en weer terug. Adem in, strek op, helemaal doorstrekken in je rechterflank. Adem uit, nog een keer adem in, hou maar vast. Helemaal doorstrekken, lang maken, rustig doorademen. Als het lukt, blijf je op de tenen staan. Adem uit. We plaatsen de voeten naast elkaar. Goed, rechtop. Je mag je nog steeds vasthouden aan je stoel. Zorg dat je niet te veel leunt te zwaar. Vertrouw op je eigen kracht. Je voeten weer goed plaatsen. Helemaal rechtop. Opstrekken. Bandas activeren, je trekt je navel in, je trekt je bekkenbodem op. Dat zijn je houding- en balansspieren, zoals die core sterk is. Dan zorgt ervoor dat je ook betere balans hebt, betere houding. Schouders gaan ontspannen en omlaag. Dan mag je heel rustig je rechtervoet gaan optillen. Til hem op omhoog. En open je vanuit de heup. Je zet hem tegen je kuit. In de tree pose. Rustig doorademen. Oké, mag je een mooie cactus aanmaken. Een hoek van 90 graden. Dus je opent je schouder. Rustig en diep doorademen. Dan gaan we die arm nemen in een flow. Adem uit. Arm komt naar voren. Adem in. Open je borst. Trek op. Adem uit. Adem in. Open je borst. Adem uit. Adem in. Hou maar vast. Rustig doorademen. Hou die heup geopend. Hou die knie naar buiten. Een keer adem maar in. Til heel even die heup op. Hou die knie naar buiten. Alles mooi gelijk. Adem uit, manier. Oké, dan draai je een kwartslag naar links richting de stoel. Mag je je linkerhand midden op de zitting zetten. Je maakt je rug helemaal mooi recht, dus mooi in het verlengde. Voeten staan naast elkaar. Heb je heel veel spanning aan de achterkant van je knieën. Mag je een klein beetje buigen. En als het wel lukt om mooi rechtop te blijven, blijf je rechtop. Schouders naar achter en omlaag. Je laat je rechterarm omlaag gaan. Dan trek je de navel weer in. Dan voel je dat je die rug beschermt. Adem in. Strek je arm uit naar voren. Adem uit. Rustig omlaag. Mag zelfs een beetje naar achter. Adem weer in. Strek maar door. Trek die lengte weer op.
Adem uit. Naar achter. Adem in. Strek op. Lang maken. Adem uit. En dan die laatste keer. Dan houden we even vast. Adem in. Strek uit. Goed doorstrekken. Hoe krachtig jezelf wegduwen. Vanaf die hand waar je op steunt. Je blijft je navel intrekken. Bekkenbodem optrekken. Benen zijn actief. Nog één diepe inademing. Adem uit. Zet de handen naast elkaar. Mag je als eerste je bekken kanten de knieën buigen. Maak je onderrug rond, helemaal bol. En dan rol je werveltje voor werveltje omhoog. Plaats je schouders goed rechtop. Dan gaan we naar de andere kant. Je komt naast je stoel staan. Dan zet je je voeten een klein stapje uit elkaar. Tenen wijzen weer recht naar voren toe. Oké, je linkerarm naast je. Schouder een beetje open, de schouders mooi laag. Navel weer in, bekkenbodem optrekken. Rustig komen we naar voren. Adem in, allebei de voeten op de tenen. Strek op. Adem uit, rustig terug. Adem weer in, allebei de voeten op de tenen uitstrekken. Adem uit, terug. Adem weer in, strek op. Adem uit, terug. Nog één keer, adem in. Strek op, hou maar vast. Als je duizend wordt van het omhoog kijken, kijk je gewoon naar voren. Als je niet meer op de voeten kunt houden, kun je de hakken neerzetten. Wat voor jou werkt. Dus altijd aanpassen. Wel blijven doorademen. Dus je blijft altijd die drie diepe ademhalingen maken. Laatste keer. Adem uit. Rustig omlaag. Zetten we de voeten naast elkaar. Naast de stoel, dicht naast je stoel, dat je goed rechtop kunt blijven staan. Oké, die voeten goed planten, goed contact maken met de vloer. Eerst weer navel in, bekkenbodem op. Dus goed zorgen dat je echt alles activeert in die balans, in die houdingsspieren. Oké, als je voelt dat je goed staat, heel rustig. Til je linkervoet op, draai je heup open naar buiten. En dan mag je hem tegen je kuit aanzetten. Zet hem niet op je kniegewricht, zet hem maar gewoon laag. Het gaat om een stukje balans. Dat is het belangrijkste. Oké, adem in. Maak je die mooie cactusarm weer. Hoekje van 90 graden. De heup naar buiten. Dus die hele linkerkant is geopend. Ja, dan gaan we weer drie flowbewegingen maken. Adem uit. Alleen die arm komt naar voren. Adem in. Openen. Blijf op schouderhoogte. Adem uit. Rustig naar voren. Adem weer in. Lift je borst, strek je rug. Adem uit. Adem in. Adem uit. Nog één keer. Adem in. Lift je borst. Hou je core actief. Drie diepe ademhalingen. Blijf in die balans. Laatste diepe inademing. Adem uit. Bij de volgende inademing til je het been even op. En hetzelfde mooie hoekje. Hou je balans maar opstrekken. Navel in. Adem uit. Langzaam alles terug naar de grond. Kwartzak draaien naar rechts weer. Je zet je rechterhand midden op de stoel. Goed rechtop. Andere arm laat je omlaag hangen. Heupen zijn op gelijke hoogte. Navelje in je rug is mooi recht. Dus zorg dat je echt goed strekt. Niet doorhangen, niet bol maken. Mooi doorstrekken. Wel je navel in. Dus spannen in je buik. Benen zijn actief. Is het nodig? Die knieën een beetje buigen. Je kijkt naar de grond. Je maakt je kruin mooi lang. Adem maar in. Strek uit. Maak het lang.
Adem uit. Zwaai de armen iets door naar achter. Adem weer in. Strek door. Maak het lang. Adem uit. Adem in. Adem uit. En nog één keer. Adem in. Hou hem vast. Duw jezelf weg vanaf die stand van de hand. Doorstrekken. Navel in. Lengte in je rug. Concentreren op je ademhaling. Laatste inademing. Adem uit. Langzaam omlaag. Zet de handen allebei naast elkaar. Knieën een beetje buigen. Kantel je bekken. Trek je stuitje helemaal in. Maak je onderrug bol. En van hieruit rol je langzaam weerwaartje voor weerwaartje op. Je bouwt je rug op. Plaats de schouders. Ga maar achter de stoel staan. Goed rechtop. Mag je de voeten wat naar buiten. Helemaal opstrekken. Mooi rechtop. Dus de voeten goed naar buiten. Navel trek je weer in. Lekker bodem op. Dan gaan we heel rustig die binnenkant oprekken. De rug blijft recht. Adem in. Kom omhoog. Adem uit. Andere kant. Binnenkant van de been druk je naar de grond. Adem in. Kom omhoog. Adem uit. Dus je drukt het been omlaag. Adem in. Kom omhoog. Adem uit. Adem in. Kom omhoog. Nog één keer. Buik door je rechterknie. Hou de linkerbeen gestrekt. Hou je rug recht. Kom omhoog. Andere kant. Buik door je linkerknie. Hou je rechterbeen gestrekt. Hou je rug recht. Kom omhoog. En we gaan hem weer vasthouden. Buik door je rechterknie. Linkerbeen helemaal strekken. Lift je borst een beetje. Goed rechtop. Maar je blijft het been omlaag. Voel de binnenkant van je been goed oprekken. Doorstrekken. Zicht is ontspannen. Drie diepe rustige ademhalingen. Laatste keer. Adem in. Adem uit. Adem spanning maak. Adem in. Kom rustig omhoog. Even rechtop. En we gaan naar de andere kant. Buig door je linkerknie. Hou je rug recht. Andere been druk je omlaag. Rechterbeen binnenkantbeen druk je naar de grond. Lift je borst weer een beetje. Rustig en diep doorademen. Eventjes met je aandacht naar je lichaam toe, naar wat je voelt. Rek aan de binnenkant van de benen. Gezicht ontspannen. Rustige ademhaling. Adem in. Adem uit. En kom rustig omhoog. Oké, voeten bij elkaar. Adem in, strek even op. Lift je borst. Adem uit. Omlaag. Oké, doe ik één rek voor de achterkant van de benen. Mag je je linkerbeen op de stoel zetten. Rechterbeen wat verder naar achter. En dan strek je dat linkerbeen. Strek je uit, de tenen trek je naar je toe. Vanaf je heupen. Maak je helemaal recht. Dus goed rechtop blijven in je rug. En je billen ietsjes naar achter. Tenen trek je naar je toe. Die wijzen omhoog. Dan voel je al de rek aan de achterkant van je been. Kijk maar rustig naar voren. Ontspannen blik. Dan ga je heel rustig een klein stukje omlaag. En weer op. Adem maar in. Adem uit. Adem in. Kom omhoog. Adem uit. Adem in, kom omhoog. Adem uit en we houden hem vast in het eindpunt. Je rug blijft mooi recht. Oké, nek is ontspannen, kin mag een beetje in.
Rustig doorademen. Dan probeer die spanning die je voelt aan de achterkant van het been maar weg te ademen. 3 diepe ademhalingen weer. Laatste keer. Adem uit. Je komt langzaam omhoog. Mag je de voet neerzetten? Oké. Zorg dat je stevig staat. Dat je stoel stevig staat. Dan mag je je achterste voet, in jullie geval zit de rechtervoet, buigen door de knie. Dan mag de hak een beetje los. Je kantelt je bekken. Je drukt je heupen naar voren. Goed opstrekken. Trek die hakken op. Strek even uit. Haak lang. Adem uit. Doe maar even heel kort. We gaan naar de andere kant. Gaan we naar de andere kant van de stoel. Je zet je rechtervoet erop. Linkervoet erachter. Dan mag je eerst het rechterbeen strekken. Met de hand maar in de zij, mooi rechtop. Tenen al naar je toe. Buik ietsjes naar voren. Je probeert te voelen dat je die rug goed recht houdt. Dus het gaat niet om hoe diep dat je gaat. Je kunt nog veel dieper, maar dan maak je de rug rond. Blijf mooi gestrekt. Blijf je billen naar achter steken. Tenen naar je toe. Oké, mooie lange kruin. En eerst die dynamische vorm. Adem uit. Klein stukje naar voren. Adem in, lift je borst. Adem uit, omlaag. Adem in, kom omhoog. Adem uit. Adem in, kom omhoog. En de laatste, adem uit. Hou de rug mooi recht. Blijf de tenen naar je toe trekken. Rustig en diep doorademen. Adem in. Adem uit. Dan kom je rustig omhoog. Zet je voet maar neer. Hou je rechtop als het nodig is. Zet je die andere voet wat dichterbij. Zorg dat je stevig staat. Geef jezelf de tijd. Eentjes naar voren. Mag je de achterste voet op de teen. Kantel je bekken. Als je echt in het bekken naar voorkant. Dat je voelt dat je rek aan de voorkant van je heupen. Druk de knie maar iets omlaag. Strek je arm uit. Lengte in je arm. Lift je borst. Rustig en diep doorademen. Alleen maar even vasthouden in die rek. Adem uit. En laat maar zakken. Rustig de benen weer vanaf. Mag je komen zitten op je stoel. Als je wil, mag je helemaal tegen de achterkant aan. Je legt je handen weer als kommetjes in de schoot. De schouders zijn ontspannen. Laat de kin een klein beetje naar de borst toe zakken. Sluit de ogen. Rustig en diep doorademen. Als je even losgemaakt hebt in het lijf. We gaan zo meteen nog even de nek en de schouders wat oprekken. Maar eerst even voelen wat al die rekoefeningen met je lichaam gedaan hebben. Maak maar een diepe zucht, adem uit. Met het hoofd helemaal omlaag, zakken de kin op de borst. Misschien voel je wel spanning aan de achterkant van de nek of tussen je schouderbladen. Adem je heel bewust daar naartoe. Probeer die spanning weg te ademen. Adem in, til je hoofd op. Strek maar op. Dan mag je met je rechterhand de stoel vastpakken, de poot of aan de onderkant. Dan kom je omhoog, ik
pakken, wat lager vastzetten, nog beter rekken. Met de andere hand, de linkerhand, pak je je hoofd aan de buitenkant. Heel rustig zijwaarts. Dus echt eerst alleen je oor naar je linkerschouder. En je voelt een rek aan de rechterkant van je schouder. Rustig doorademen. Volgende uitademing, laat je de kin een heel klein beetje richting de borst omlaag zakken. Kijk maar naar je knieën. En voel je dat de rek zich iets verplaatst naar achter toe. Adem in, til je kin weer een beetje op. Iets meer zijwaarts, hou de rek vast. Adem uit. Kin naar de borst. Adem weer in, til die kin weer een beetje op. Adem uit, heel rustig voelen wat die beweging doet. Adem in. Laat de handen allebei maar los. Adem uit, omlaag. Ga maar rustig naar de andere kant. Je pakt met je linkerhand de stoel vast bij een poot. Of aan de zitting, wat lukt. Leg je hoofd opzij. En met je rechterhand over je hoofd. Zit een beetje druk op het hoofd. En je blijft naar voren kijken in eerste instantie. Dus alleen maar je oor naar je rechterschouder laten zakken. En je voelt de rek aan de linkerkant, de zijkant van je nek. Rustig en diep doorademen. Adem uit en laat de kin rustig naar de borst zakken. In dezelfde positie. Voel je weer dat die rek naar achter verplaatst. Blijven ademen. Adem in, til je hoofd op. Iets naar achter weer. Adem uit, kin op de borst. Adem in. Adem uit. Adem in. Heel rustig het hoofd op en neer bewegen. Adem uit. Adem in. Til de kin op. En adem uit. Allebei de handen los. Even de schouders naar achter losdraaien. Grote cirkels maken. Rustig ronddraaien. Adem in. Lift je borst. Strek uit. Hou die verlenging heel even vast. Kijk maar naar voren. Kin op de borst. Dan mag je de duimen in elkaar haken. En dan de arm nog iets verder naar achter opstrekken. Je trekt je handen naar buiten. Spreid de vingers maar. Rustig en diep doorademen. Voel hoe die borstelkast zich vult met lucht. Adem uit. Even andersom de duimen kruisen. Kan maar zijn dat het heel gek voelt. Adem weer in, lift je borst, die vingers spreiden, trek die handen naar buiten. Dus je duimen haken in elkaar en je trekt met die handen naar buiten. Goed doorstrekken, blijf die borst liften. Laat de duimen los, adem uit, kom naar voren. Rol je wervelkolom op, werveltje voor werveltje. Plaats je schouders nog één keer uitstrekken, inademen. Adem uit, handen voor de borst. In prayer pose. Namaste. Heel erg bedankt weer voor het kijken, voor het meedoen. Ik hoop dat het fijn voor je voelde weer, dat je weer eventjes alles losgemaakt hebt. Vaak die hele simpele stretch sessies zijn het fijnste voor je lijf om alle stijfheid even te verdrijven. Tot de volgende keer weer!
sessie. Vandaag gaan we een fijne flow doen. Relaf. Terug.